Ja, Martin, de cirkel is rond. De cirkel is rond en daar ben ik ook hartstikke trots op en vereerd mee. En hartstikke leuk dat ik bij Willem II, waar ik inderdaad begonnen ben als voetballer, begonnen ben als directeur, nu weer terugkom voor de derde keer in mijn carrière. Hartstikke leuk. Ik ben er heel blij mee. Ik heb dat vanochtend ook verteld tegen alle medewerkers binnen Willem II. We hebben ze allemaal bij elkaar geroepen. Spelers, staf, mensen van financiën, commercie, kantoor. Alle medewerkers van Willem II heb ik dat verteld. Dat ik daar heel blij mee ben. Dat ik heel veel historie heb, geschiedenis heb met deze club. En dat ik trots en blij ben dat ik als algemeen directeur vandaag mag beginnen. Om leiding te geven samen met mijn mededirecteur Joris Matthijssen. Die ik ook al heel erg lang ken. Dus waar heel veel vertrouwen over en weer is. Vind ik een hartstikke mooie uitdaging om samen met Joris en samen met al die mensen van de werkvloer om er iets moois van te maken. Toen je vertrek bij Feyenoord was aangekondigd, de lange breed uitgemeten, Martin van Geel kan terugkomen bij Willem II. Hoe was dat voor jou überhaupt al, die associatie met Willem II en het terugkomst van Willem II? Nou, dat was eigenlijk hartstikke leuk om natuurlijk te vernemen dat je dus toch al een heel aantal jaren, 17 jaar, weg bent bij Willem II. Maar goed, je hebt hier wel heel veel geschiedenis. Ik kom zelf uit Goorlen. En heel veel mensen ken je natuurlijk. Heel veel mensen kennen mij uit mijn eerste periode. Dat je als 16-jarige jongen debuteert. Dat je als 18-jarige jongen promoveert met Willem II. En dan een stap maakt naar Ajax. En na heel veel jaren, ongeveer 30 jaar was ik toen ik terugkwam naar Willem II. In mijn laatste fase van mijn carrière. Daarna de kans kreeg om technisch directeur te worden. Hier heb ik 7 jaar gedaan. Dan ga je weg in 2002, ja, en als je dan inderdaad je afscheid aankondigt bij Feyenoord en er wordt eigenlijk meteen al hier en daar gesuggereerd, nou, dat zou wel eens iets kunnen zijn voor Willem II, algemeen directeurschap ligt daar eigenlijk open en nou, dan vind je dat heel eervol, want het is natuurlijk ook een beetje toeval wellicht, maar ook wel heel mooi dat clubs waar je gewerkt hebt toch weer aan je denken. En nou, bij al mijn clubs waar ik gespeeld heb als voetballer, daar ben ik ook technisch directeur geweest. En bij Rode JC ook een hele periode algemeen directeur. Ja, en nu kom ik eigenlijk in de tweede fase als algemeen directeur weer terug bij Willem II. Dat is één uniek, denk ik, in het voetbal. Dat je bij dezelfde clubs eigenlijk werkt. Alleen bij AZ was ik technisch directeur. Dat is de enige club waar ik niet gespeeld heb. Is uniek. Een stukje geluk ook wellicht. Want het moet ook allemaal maar net passen. Want dat kun je ook allemaal niet plannen. Aan de andere kant is het altijd wel heel aangenaam om te ervaren. Ja, dat ze toch weer aan je denken. Dat je ze goed kennen. Dus dat is leuk. Dat is leuk. De meeste mensen, de buitenwacht, kent jou als technisch directeur. Ja. Maar als algemeen directeur, wat voor jouw takenpakket eigenlijk? Ja. Ja, dat is eigenlijk alles wat met niet-voetbal te maken heeft. Hè. Dat is de kantoortuin, hè. Maar de ondersteuning richting voetbal. Want alles staat in de voetbalclub in het teken van het eerste elftal. Zondagmiddag 2:30, al spelen wij ook vaak op vrijdag en zaterdag. Maar een beetje voor het idee zondagmiddag 2:30, daar moet alles voor in het teken staan. Mijn verantwoording is eigenlijk de kantoor. Gebeuren, hè, waarin financiën, commercie, merchandising, marketing, nou, de nieuwbouwplannen die we hebben, aankoopstadion, dat plan is erbij, Willem II daarna, nieuwbouwplannen om de faciliteiten te creëren voor supporters, voor sponsors, om Willem II omhoog te stuwen, om de begroting omhoog te stuwen, om ze te faciliteren, wat uiteindelijk ook weer wat meer geld in het laadje moet gaan brengen, om uiteindelijk weer naar die voetbalkantoor te laten stromen. En ja, je moet in die positieve, visieuze cirkel komen. Dus ik ben daar verantwoordelijk voor, maar we gaan dat echt met tweeën doen. Wij zijn een tweemanschap als directeur bij Willem II. We zullen heel veel overleg hebben. We kennen elkaar al heel lang, wat ik net al zei. Het vertrouwen is heel erg groot. We hebben wel respect voor elkaars verantwoordelijkheden in eerste instantie. Maar we gaan er samen wel één team van maken. Want als ik nou iets heb ervaren in mijn carrière, dan is het als je een team kunt maken van de club, van alle medewerkers, van de voetbalkant, maar ook de kantoorkant. Dan kun je tot iets goeds komen. Dan kun je het optimale resultaat halen. Dan kun je een aantal plaatsen boven eigenlijk je verwachting of je begroting kun je eindigen. Nou, dat is voor ons de grote uitdaging om dat met elkaar te bewerkstelligen. En dat vergt heel veel energie, dat vraagt heel veel tijd, dat vraagt heel veel communicatie. Dat vraagt heel veel mensen deelgenoot maken van dat proces. De lat zal omhoog moeten bij Willem II. Daar gaan we samen aan werken. Daar krijgt iedereen ook de gelegenheid voor om daarin mee te groeien, om deelgenoot te zijn van dat proces. Ik vind het een fantastische uitdaging om daar leiding aan te mogen geven.